Daarnaast wil ik het even hebben over iets wat mij enorm heeft gestoord de laatste tijd. En dat was Balenciaga. Ik zal even kort samen wat Balenciaga heeft gedaan. Balenciaga heeft dus foto's, een marketingcampagne, dus een bewuste campagne. Ga even na hoe groot marketingteams zijn tegenwoordig en hoe lang daarover gebrainstormd wordt en gekeken wordt van wat moeten we doen, moeten we dit doen, moeten we dat doen. Experts ook. Toen kwamen ze dus eruit. Honderden mensen van Balenciaga, echte experts die tonnen per jaar verdienen, die kwamen uiteindelijk erop uit. Wij moeten onze nieuwe modelijn aanprijzen door kinderen op bedden te zetten met een teddybeer vast. En die teddybeer heeft dan allemaal van die SM en handboeien om en zo, van die seksspeeltjes. Kan echt niet. Smakeloos.